Heeft God een organisatie? Jehova's getuigen en de waarheid van de Bijbel. Geliefde vrienden van de waarheid, broeders en zusters. Onderwijst de Bijbel dat God een organisatie heeft? Paulus geeft de vermaning: gaat niet buiten de dingen die geschreven staan. Het stelsel van deze wereld is gebaseerd op een groot aantal organisaties. Zo zijn er de maatschappelijke organisaties, zoals de vele hulporganisaties, veiligheidsorganisaties, zoals de Verenigde Naties, militaire organisaties, financiële organisaties, regeringsorganisaties, bedrijfsorganisaties enzovoort. Elke organisatie dient te voldoen aan de wetten van een land. De grote organisaties dienen zowel een bestuursvoorzitter als toezichthouders te hebben. Jaarlijks dienen zij verantwoording af te leggen. Ook het wachttoerengenootschap is een organisatie die functioneert volgens de wettelijke voorschriften van het land. Kunt u hieruit de gevolgtrekking maken dat God in de hemel ook een organisatie zou moeten hebben? Het woord organisatie staat niet in de Bijbel. In het begin van de geschiedenis van Jehova's getuigen organiseerde broeder Russell bijbelstudiegroepen met de Bijbel als de maatstaf voor de waarheid. Hij ging heel nauwkeurig na hoe de eerste christelijke gemeente functioneerde. Broeder Russell stelde vast dat de christelijke gemeente van de eerste eeuw, de Ecclesia, geen organisatie is, maar is opgebouwd uit personen die hun tijd, talenten en hun leven aan God hebben gewijd. Ze zijn verenigd met banden van christelijke liefde en gemeenschappelijk interesse onder het leiderschap van Jezus Christus. U kunt het lezen in het boek Jehova's Getuigen op bladzij 204. Rechter Rutherford, zoals hij zich liet noemen, volgde broeder Russell op als de president van het wachttoerengenootschap. Hij onderwees echter, zoals staat in het boek Jehova's Getuigen op bladzij 143, met verwijzing naar de Watchtower van 15 februari 1927, God laat door openbaarmaking aan bevoorrechte personen weten wat waarheden zijn. Hij baseerde deze uitspraak op een onjuiste interpretatie van Spreuken 4 vers 18. Zo werd er in 1932 door middel van een proclamatie bekendgemaakt dat God een organisatie heeft. En in 1938 dat Gods organisatie theocratisch is, waarbij het genootschap de zichtbare vertegenwoordiger des Heren op aarde is. Nu onderwijzen Jehova's getuigen dat God een hemelsorganisatie heeft met een aards deel. Het besturende lichaam van Jehova's getuigen bekleedt daarbij een positie onder de positie van Christus in de hemel. In de wachttoren van 1 september 1998 op bladzij 8 lezen we: het woord organisatie komt niet in de Bijbel voor. En destijds in de jaren 20 was Gods organisatie een nieuwe uitdrukking. Wat is Gods organisatie dan? En hoe kunnen wij er bescherming in vinden? In de wachttoren wordt genegeerd dat organisatie niet in de Bijbel wordt onderwezen. Toch onderwijzen Jehova's getuigen organisatie als een vaststaand feit en als een fundamentele leerstelling. Verwezen wordt naar enkele schriftplaatsen. Zo is de verwijzing naar 1 Korinthe 14 vers 33. God is geen God van wanorde, maar van vrede.
Romeinen 8 vers 28. Nu weten wij dat God al zijn werken doet samenwerken ten goede voor hen die God lief hebben. De verwijzing naar Efeziërs 4 vers 16 is de samenwerking die vergeleken wordt met die van de gewrichten van een lichaam. Voor broeder Russell waren deze schriftplaatsen geen bewijs dat Jehovah God een organisatie heeft, maar slechts hoe de gemeenten dienen te functioneren. Na de proclamatie in 1932 dat God een organisatie heeft, waren veel studieartikelen van de wachttoren gebaseerd op het samenwerken met Gods organisatie. Ook een aantal bijbeluitleggingen worden in verband gebracht met Gods organisatie. Genesis 3 vers 15 wordt uitgelegd als een strijd tussen Gods organisatie en Satans organisatie. In Openbaring 12 wordt de installatie beschreven van het Messiaanse Koninkrijk van Christus in de hemel, wat wordt afgebeeld door een vrouw die een kind baart. Er wordt onderwezen dat die vrouw de hemelse organisatie van engelen is. Kan het bestuur van God vergeleken worden met menselijke organisaties? Bestuurders van organisaties van mensen zullen, voordat er belangrijke beslissingen worden genomen, zich laten informeren door specialisten. Er wordt uitvoerig vergaderd over de voordelen en de nadelen die het besluit zal worden genomen. Vervolgens wordt de beslissing door meerderen genomen. Een verkeerde beslissing kan ernstige gevolgen hebben. God heeft geen raadgevers nodig. Hij overziet alles heel nauwkeurig. Hij neemt zelf de beslissing die altijd juist is. In Psalm 8 vers 1 lezen we over God. O Jehovah, onze Heer, hoe majestueus is uw naam op de gehele aarde. Gij wiens waardigheid wordt verhaald boven de hemelen. In Genesis 1 lezen we het verslag over zijn schepping van de aarde. Gods eerste schepping is in de hemel Jezus Christus. Vervolgens gebruikt God hem om alle andere dingen in de hemel en op de aarde tot stand te brengen. God heeft geen organisatie nodig om zijn voornemen uit te voeren en zijn bestuur uit te oefenen. Vanuit zijn hemelse troon delegeert God alles. Hij zendt zijn engelen uit als zijn dienaren. Zo werd Petrus door een engel bevrijd uit de gevangenis. God zendt een engel uit om boodschappen over te dragen aan Johannes, die hij moest opschrijven in het boek dat bekend staat als Openbaring. Deze engel heeft geen positie, maar laat in Openbaring 22, vers 8 en 9 aan Johannes weten dat hij slechts een medeslaaf is van Johannes en van uw broeders. Ook Christus voert Gods voornemen uit als een knecht van God en wordt in Handelingen 4, vers 27 uw heilige knecht genoemd. Het woord apostel heeft de betekenis van gezondene. Paulus' aanhef in 1 Timotheus 1 vers 1 is Paulus, een apostel van Christus Jezus, in opdracht van God. Aan de slaaf van God Johannes is de openbaring gegeven, die is bestemd voor zijn slaven. God regeert uitsluitend met dienstknechten, die in de Bijbel ook zijn slaven worden genoemd. Zij bekleden geen positie in een organisatie.
vanuit Gods hemelse troon delegeert God alles. In 1 Timotheus 6, vers 15 en 16 wordt God beschreven als de enige heerser, de hoogste heer en koning die woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Davids waarneming is, zoals in Psalm 8, vers 3 en 4 staat, wanneer ik de hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij hebt bereid, wat is dan de sterfelijke mens dat gij aan hem denkt en de zoon van de aardse mens dat gij voor hem zorgt? De scheppingswerken van God zijn zo wonderbaar dat ze ver uitgaan boven alle begrippen van mensen. Wetenschappers kunnen slechts een heel klein deel doorgronden van het wonderbaarlijke leven dat God heeft geschapen. Alles wat leeft, zowel planten, dieren als de mens, is toegerust met een unieke DNA-code in elke cel, wat wordt doorgegeven aan het nageslacht. Vanuit zijn verheven plaats in de hemel is God op de hoogte van het wel en wee van elk mens persoonlijk en weet hij zelfs hoeveel haren u op uw hoofd heeft. Denk eens in, we kunnen God persoonlijk benaderen in gebed. Spreuken 15 vers 29 geeft de verzekering, God hoort het gebed van de rechtvaardigen. Wat heeft de Bijbel u geleerd? Beschikt God over een organisatie volgens het patroon van mensen? Denkt u dat God een organisatie nodig heeft? Of bestuurt God vanuit zijn troon in de hemel het hele universum? Hebt u kunnen vaststellen dat we God uitsluitend kunnen dienen als gelijke slaven of dienstknechten, zonder daarbij een positie te bekleden? Dienen we Paulus' vermaning in 1 Korintiërs 4 vers 6 op te volgen, gaat niet buiten de dingen die geschreven staan? Dienen we al het onderwijs met de Bijbel te toetsen, zoals zij in het vroege Berea dit ook deden, door zelfs het betrouwbaar onderwijs van Paulus met de schrift op waarheid te toetsen? Waarheidslievende broeders van het Wachttorengenootschap zullen aandacht hebben voor u op de Bijbel gebaseerde bevindingen van afwijkingen, indien u hen erover schrijft. Dank u voor uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Meer Bijbelstudieonderwerpen op youtube.com/tabub01 en de website debijbeltroesweb.info en de website debijbeltroes.info.